Ik heb het al een tijdje uitgesteld, maar vandaag ga ik het eindelijk doen. Het verbaast mezelf best wel dat ik het niet meteen heb gekocht. Want normaal, als er iets is in Brawl Stars, koop ik het meteen. In ieder geval, de Brawl Pass, die ga ik vandaag kopen. Het werd ook hoog nodig tijd. We gaan hem dus kopen. We krijgen meteen die Super Ranger Brock. Dat is echt een hele lijpe skin. Dus daar heb ik al zin in om mee te gaan spelen. Daarnaast kan je natuurlijk in de loop van de tijd heel veel rewards vrijspelen. Vooral die skin. Deze, die surskin, die is lijp. Die moet ik hebben. Maar ja, dat duurt nog wel eventjes. Want dan moet je 70 paarden eerst voltooien. En ik ben nu bij 8. Ja, daar ben ik dus nog lang niet. Maar daarvoor ga ik natuurlijk wel strijden dit seizoen. Maar om hem te kunnen krijgen moet ik natuurlijk eerst de Brawl Pass kopen. Dan heb ik in totaal 249 nodig of 169. Ik denk dat ik die van 169 ga doen. Anders moet je natuurlijk weer extra edelstenen erbij kopen. Maar ja, aan de andere kant, er komen natuurlijk ook binnenkort weer nieuwe skins vrij voor edelstenen. Ah nee, weet je wat? Ik ga gewoon de gewone Brawl Pass kopen. Ik beheers me. Ik ga gewoon een keertje anders doen. Normaal koop ik dan meestal de dure pensie, maar nu een keertje niet. Ik ga gewoon de Brawl Pass proberen te voltooien en te halen. Zonder echt hele erg dingen te boosten. En gewoon door echt puur te spelen. En dan is het natuurlijk eerlijker dan dat je gewoon de normale Brawl Pass koopt voor 170. Maar trouwens, voordat ik het vergeet te zeggen, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. Zouden 2 likes kunnen halen, 3 likes? Nee. Het maakt me altijd niet zoveel uit hoeveel likes we halen. Maar ik zeg het meestal wel eventjes zodat ik jullie attent erop maak. Want het is wel zo, op het moment dat de video wat meer likes krijgt, zorg YouTube ervoor dat hij wat hoger komt te staan in zoekresultaten en zo. Dat is de reden dat ik dat vaak aan jullie vraag. Voor degene die zich dat afvroeg. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En dat is als reden dat je gewoon op de hoogte blijft van mijn video's. Maar we hebben dus Brock nu ontgrendeld. Dat is wel echt ziek nice, want dit is echt een hele lijpe Brock skin. Super Ranger Brock, een van mijn eerste superhelden. Natuurlijk, Surge is ook een superheld. Die heb ik trouwens bijna al 600 trofeeën. Brock heb ik hier zo staan. Ja, ik vind Leeuwendans Brock ook heel nice. Hot Rod Brock vind ik ook nice. Ja, Boombox en deze Strand Brock vind ik iets minder. Maar eigenlijk is dit veruit wel de nice Brock skin. Hij ziet er echt heel baas uit. Gaan we even met deze skin spelen. Zorgen we dat we een victory gaan halen. Daarnaast ga ik er ook voor zorgen dat ik gewoon nog even Surge naar de 600 trofeeën ga krijgen. Dan heb ik al mijn knokkers weer 600 plus trofeeën. En daarna ga ik natuurlijk pushen voor alle 650 plus. Ik heb Sprout ook al gepusht. Die zat er nog wat onder. Die is ook 650 plus. Dus ik heb momenteel nog maar 7 knokkers onder de 650. Dat is echt lijp. Dat is echt niet normaal. Ik had nooit verwacht aan het begin van dit seizoen dat ik dit seizoen zoveel zou spelen. Want ik zit ook al bijna op de 25.000 trofeeën. Wat zijn trouwens mijn opdrachten? Win 6 solo showdown gevechten. Die ga ik even voltooien. En ik ga ook die in edelstenen graai ga ik ook voltooien. En ik kwam erachter dat Surge mega goed is in edelstenen graai. Dus zometeen laat ik dat even aan jullie zien. Surge is bizar. Echt niet normaal. Ik dacht eerst dat Surge vooral in showdown goed was. Dat is die ook. Hij is ook goed in showdown. Mijn 3 versus 3 game modus is die ook bizar goed. Misschien in knokbal net iets minder. Omdat je dan best wel vaak hebt dat je doodgaat of dat er iets gebeurt. Oh, daar is nog een Brock trouwens. Met dezelfde skin. Ah, weet je wat? Ik laat die Brock even. Ik ga hem hier zo. Oh, moet hij mij niet gaan irriteren? Stop eens, Brock. Dat was trouwens wel goed geschoten. En ondertussen komt daar een Daryl aan. En die is ook gevaarlijk, want die kan natuurlijk zo meteen inrollen. Ja, oké. Okay. Ik ga hier weg. Ik ga hier weg. Ik ga hier weg. Want ik ben veel te bang dat die Daryl zo meteen super krijgt. En dat hij dan op mij kan inrollen. Hij heeft nu trouwens ook zijn super. Maar zolang ik een beetje op afstand hou, dan gaat hij niet zomaar naar me toe. Want met Brock heb je natuurlijk echt super long range afstand. Echt net zoals Piper. Oh, ik heb trouwens bijna mijn super. Oeh, die bee. Oh, die is nu dood. Oh, nee joh. Dat is altijd zo irritant aan die bee als hij zijn gadget heeft. Maar ik kan nu wel dit energiedrankje pakken, dus dat is nice. Hier zat net een Brock. Ja, inderdaad. Oeh, dan ga ik wel bijna dood. Oké, dat was wel goed gedaan van die Brock. Maar yo, in plaats dat ik hem ging killen, ging ik bijna zelf dood. Maar ik heb een super, ik heb mijn 3 gadgets nog. Dus in principe gaat dit potje best wel prima met de nieuwe skin van Brock. Dan moet ik daar wel even uitkijken voor Leon. Die had ik wel meteen geraakt, dus dat is chill. Nu moet ik even uitkijken. Kom op, kom op. Oh, lekker, 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 lekker.
Nee, 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 nee. Oh, shit. Oh, we zijn in ieder geval derde geworden. Maar die laatste Mortis, ja, dat was ook goed gespeeld van Mortis. Die kon ik helaas niet meer ontwijken. Oké, weet je wat we doen? We hebben trouwens de opdracht gehaald, dus dat is chill. Maar we doen nog een potje. Ik ga gewoon even kijken of we eerste kunnen worden. Even kijken of ik met de nieuwe skin van Brock eerste kan worden. En daarna gaan we dus even Edelstenen Grijs spelen met Surge, omdat hij daar ook gewoon beast in is. Ja, volgens mij, ja, elke game mode kan je Surge wel gebruiken. Maar Knokbal is dus de game mode waarvan ik denk dat hij het minste is. Maar laat me weten in de comments wat jullie daarover denken. Maar nu eventjes eerst focussen op Brock, want hier moeten we natuurlijk nog een victory halen. Ik zal hier even deze openen. We hebben in ieder geval 2 krachtpunten. Dus nog steeds, ik zag daar wat beweging. Oeh, daar is een Mortis. Zit hij daar opgesloten of kan hij... Nee, hij zit daar wel opgesloten. Oké, dat is in principe wel chill. Voor mij. Dan moet ik niet alles naschieten, want dan wordt het wat minder chill. Ik kan hier eventjes een jump maken. Oké, wegwezen hier zo. Ah, nee joh. Echt, die Mortis die ontwikkelt echt vet goed. Nee! Oeh, nee, 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 nee. Nee, ah! Hij deze keertje het, anders had ik hem nog gekild ook nog. Oké, dit is een beetje balen. Het gaat iets minder goed dan gewoon met Brock. Eerste potje derde, nu helaas een lost potje. Nou, weet je wat? Dan vind ik het voor nu eventjes goed zo. Brawl Pass ben ik in ieder geval weer een level up. Dan heb ik nu al, ja, ben ik nu al bij 8. Dus dat is nice. Maar al die dozen en zo, die ga ik gewoon bewaren. Wat trouwens wel chill is, is dat je gewoon halverwege nu rewards kan claimen. Stel, we zijn hier een keertje ergens bij 18 en ik wil die ene megadoos openen, kan ik die openen. Dus dan hoef je niet alles wat daarvoor is, is te claimen. Maar ik denk dat ik gewoon ga wachten totdat de gadgets uitkomen. Want er komen 10 nieuwe gadgets uit. En als die uitkomen, dan ga ik al die dozen openen. En dan hoop ik dat ik gewoon heel veel gadgets kan krijgen uit die dozen. Dus dat is wat ik ga doen. Mijn nieuwe Brock skin, super nice. Jammer helaas geen victory, maar dat komt nog wel. Maar dan gaan we nu even met Surge spelen. En Edelstenen Gaai, gewoon puur omdat die beast is in Edelstenen Gaai. Edelstenen Gaai is niet de game mode wat ik normaal heel veel speel. Maar nu hier zo, ja, het is echt, echt bizar met Surge. Bumble, dus Bumble die schiet wel heel erg op mij. Maar ik moet eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat ik heel snel even snel levels up ga. Ik ben nu wel bijna dood, dus ik moet even wat levens erbij hebben. Maar als je eenmaal maximaal level bent... Dat is het belangrijkste. Zorg dat je gewoon snel maximaal level bent. Oké, die Leon is dood, dus dat scheelt. Maar ik moet even zorgen dat ik weer wat HP heb. En dan kan ik eventueel op die Poco wel een paar hits doen. Ja, top, 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 top. Ja, ik heb nu bijna mijn volgende level. Ja, top. Oké, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Oké, vanaf nu ben ik echt sterk. Want nu kan je echt van verre af damage doen. En zometeen als ik nog een level hoger ben, dan ben ik helemaal bizar sterk. En vanaf dan ga ik ownen. Oké, nu ben ik heel sterk. Ik ga wel even naar achteren, want ik moet wat levens erbij hebben. Kunnen we nu even de hits doen. Ja, dit is echt heel bizar hoe sterk je nu bent. Ik heb ze ook weer allemaal gekillt. Oh nee, lol, die boom was nog levend. Dat is dan wel weer jammer. Ik kan hier even wat hits doen. Maar kijk, als je mist, dan boeit het gewoon helemaal niks dat je mist. Omdat je dan alsnog vet veel raak schiet. Kijk, ik schiet er even naast en je raakt ze gewoon altijd, die knokkers. Dus dat is... zo bizar goed. Daarom is Surge sowieso de beste knokker ook in Edelstenen Gaai. Het enige wat je wel moet hebben is dat je niet doodgaat. Dat is het belangrijkste. Oké, kom op. Yes, stop. Dit is chill. En ik kan trouwens ook nog 3 keer teleporteren eventueel. Ik kan hier trouwens gewoon wat his doen. Huppatee, dan is hij daar dood. Ik ga hier wel eventjes weg trouwens. Want misschien dat die Bo zo meteen via die bosjes komt. En dat wil ik niet hebben. Hij komt daar inderdaad aan. Kom maar, Bo. Come to daddy. Boom. Oh, lol. Ik dacht dat ik hem had gekild. Maar maakt niet uit. Ik zei toch. Surge is belachelijk goed in Edelstenen Gaai. Dit is echt niet normaal. Ik heb hem nu ook 600 plus trofeeën. En ik heb hier ook nog een opdracht voltooid. Want deze had ik ook bijna voltooid. Dat is ook wel nice. Dan heb ik nu al bijna alle opdrachten voltooid. Ja, ik kan nog belegering. Maar die kan ik niet. En die met meneer P. Die heb ik nu net vrijgespeeld. Omdat ik de Brawl Pass heb gekocht. Daarvoor kon ik die niet eens vrijspelen. Maar eigenlijk is het best wel makkelijk om de Brawl Pass helemaal uit te spelen. Zonder te kopen. Maar dan moet je gewoon een beetje actief spelen. Daar komt het gewoon op neer. Maar dan weet ik het leuk gemaakt. Dan doen we nog even een potje Edelstenen Gaai. Dan hoop ik dat ik deze ook nog even kan winnen. En dat ik aan jullie kan laten zien dat het net geen geluk was. Maar dat Surge echt gewoon bizar goed is. Maar dan moeten we dat nu wel even laten zien. Zou dan wel heel shit zijn als we dan nu gaan verliezen. Even snel wat hits doen. Oké, okay, nou, niet echt hits gedaan. Dat is jammer. Nog 1 hit op die Pam. Of hier op die Penny is ook prima. Top, dan heb ik in ieder geval 1. Dan ben ik iets sneller. Dat is ook wel zo chill. En oh, dat is een beetje behalend. Nou, daar gaat dus weer mijn levels. Dan moet je nu weer opnieuw beginnen. Dus net had ik 1 zo'n level ingesteld. Dat is, ja, dat is dus echt het nadeel met Surge. Je moet gewoon goed blijven spelen. Die Shelly, wat gaat die doen? Ik kan hier trouwens om het muurtje even gewoon hits doen. Ja,
Ik heb wel mijn super, maar ik wou net zeggen. Ik ga hem nog niet inzetten, want ik moet gewoon eventjes dan doodgaan. Want ik had echt heel weinig levens. En dan kan ik hem beter nu inzetten, dan ben ik nu gewoon level 2. Dan gaan we nu eventjes strijden. Ah, nee joh! Nee joh, die Shelly die komt de hele tijd. Ik heb wel meer meteen mijn super. Maar net ging het zoveel beter dan nu. Oké, dan moeten we nu even strijden. Ik zal even meteen mijn super inzetten. En dan gaan we nu even kijken of ik het nog een beetje goed kan maken. Die Shelly die speelt echt heel goed. Die speelt echt heel goed. Ik ga eventjes hier zo heen. En dan ga ik eventjes via de bosjes en dan doe ik een surprise attack. In ieder geval, dat is de bedoeling. Even kijken of dat gaat lukken. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat inderdaad lukken. Dat gaat inderdaad lukken. Even mijn super inzetten. Come on. Oh, nice, 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 nice. Oké, ik heb het overleefd. We hebben nu nog 2 krachtpunten nodig. Ik moet even hier een paar hits. Oké, dan kan ik mijn super weer inzetten. Dus dat is joh. Kijk, nu ben ik maximaal level. En nu ben ik super sterk. Trouwens, die Shelly die komt zo. Ja, ik wou net zeggen. Die komt 100% via die bosjes. Dus daar moet ik echt vooruit kijken. Ja, als jij nou die Shelly. Die Shelly van ons die bakt er ook helemaal niks van. Dat is echt niet normaal. Oké, maar dan heb ik die Shelly daar in ieder geval weer. We hebben nog wel 2 krachtpunten nodig. Dus als mijn teamgenoten nou eens iets goeds gaan doen. En gewoon die 2 krachtpunten of edelstenen pakken. Dan zou dat eventjes heel relaxed zijn. Ja, top. Hier nu even wat hits. Even die Shelly killen. Oké, nice. We kunnen nu aftellen. Maar aan de andere kant, we zijn er nog lang niet. Want zometeen als hun weer 1 edelsteen pakken. Dan kunnen hun weer aftellen. Oh, shit. Oké, top. Dat was een kill. Ja, want als ze nu nog 1 edelsteen hebben. Kijk, dan is de countdown alweer geannuleerd. En dat dacht ik dus al. Dus dat is een beetje balen dat mijn teamgenoten dat niet eerder door hadden. Ja, ik kon zelf er niet echt heen. Maar tot nu toe kan het er weer door. Maar ik mag echt niet door hoe doodgaan. Dat is echt iets wat niet mag gebeuren. Ik kan even hier deze pakken. Ik zal even... Oh, shit. Dat was niet helemaal de bedoeling. We hebben allebei 10. Echt. Teamgenoten, doe even iets goeds. Oké. Beanie kan trouwens nog wel redelijk spelen. Maar die Shelly die gaat echt om de haverklap dood. Dat is echt niet normaal. Dit is wel echt het meest spannende potje ooit gewoon. Oh, nice. Nice, 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 nice. Ja, die hebben we ook. Oké, kom op. Nu moeten we die Shelly killen. En dan wordt het een... Ja, ja, ja. Geef mij die edelstenen. Oké, top. Dan heb ik lekker 16 edelstenen. En dan, dan moet ik gewoon nu niet doodgaan. En dan gaan we dit gewoon winnen. Nou, dan hadden we wel echt een zieke comeback. Dat slaat helemaal nergens op. Ik had never nooit verwacht dat we dit nog zouden winnen. 25 edelstenen verzameld in totaal. Maar uiteindelijk hebben we gewonnen. En daar gaat het om. Omdat ze dat met teamgenoten niet extreem goed speelden. Uiteindelijk in het begin ging ik ook nog wel een paar keer dood. Dus dat was ook wel slecht voor mij. Maar we hebben het gehad. En daar gaat het om. Ik ga wel eens kijken hoe goed die lui waren waar we tegen moesten. 18.000, 18.000, 9.000. Oh nee, dat was helemaal niet de bedoeling. 14.000 en 15.000. Daar heb ik iemand toegevoegd die echt totaal niet goed is. Nou ja, maakt niet uit. Maar dat was dit voor deze video. Ik ga de komende tijd gewoon Search lekker verder pushen. De volgende video wordt waarschijnlijk trouwens dat ik de 25.000 trofeeën ga halen. Dat is wel echt heel ziek dat ik dat gewoon heb gehaald dit seizoen. Ik ga het sowieso halen en het seizoen duurt nog best wel even. Deze video komt iets later online. Maar ik heb nu gewoon nog 5 dagen. Dus ik ga sowieso dik over de 25.000. Dat is al één ding wat zeker is. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!